FC Groningen gaat tegen NAC Breda proberen de ongeslagen status van 6 wedstrijden uit te breiden naar 7 duels. De eerste kans was voor Filip Kostic. Sarpong. Dubbele bewaking voor hem. Zowel Manjasko als Hiarie tegenover zich. Hier is het doelpunt voor NAC. Ja, Van Verbeek die daar helemaal vrij in mag schieten in de 10e minuut. Kierum is er nu langs bij Van der Weg. Die denkt, laat ik hem maar niet vasthouden, dan krijg ik een gele kaart. Nog altijd Kierum. En is dit dan een overtreding van Sarpong? De scheidsrechter vindt van niet. Kierum is inmiddels alweer op de been. Gaat nogmaals neer. Daar is zeker niets aan de hand. Kostic. Ja, nu is hij even los van de rover. Kostic, 3 man van Groningen voor het doel. Waaronder De Leeuw. En daar gaat de bal dan maar net aan voorbij. Zo gaat FC Groningen nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker aan het begin van de tweede helft. We hadden inderdaad redelijk veel de bal. Alleen we kwamen niet echt tot gevaarlijke kansen of uitgespeelde kansen. We kwamen wel een aantal keer vooral in de tweede helft dan door aan de zijkanten. Maar dan was of de voorzet niet goed of er was niemand. Dus normaal gesproken kregen we iets meer. Verbeek. Aardig wat ploeggenoten in het strafschopgebied. Verbeek doet het zelf. Goeie actie. Kierum door de benen bij Van der Weg. Goeie actie van Kierum en daarbij naar de gelijkmaker van Sivkovic. Daar is dan toch zijn moment. Slim gedaan door Hadouir. De combinatie met Buis. Nu dan toch de voorzet. Hier is Perica en die scoort zo makkelijk. Het is 2-0 voor NAC. Groningen nu met man en macht naar voren. Geen buitenspel hier. En dus een kans. Ja, van dichtbij wordt hij binnengeschoten. En dan is het volgens mij Texera die hem erin schiet. Het leek heel lang eigenlijk dat Texera maakte, maar jij hebt het laatste tikje gegeven. Ja, ik wist al dat ik hem maakte. Alleen Texera gejuich en ik liep snel naar achter. Want we hadden genoeg tijd om 2-2 te maken. De bal komt op je hand vlak voordat hij achter in het doel verdwijnt. Ja, de bal kwam eerst op mijn hand. Het was een voorzet en ik zag eigenlijk de hele de bal niet. En gelukkig voor ons valt hij goed voor Gilly en schiet hij hem binnen en ziet de scheids het niet. Goeie bal. Buitenspel dacht ik van Leurling, maar het mag door. En dan mislukt de stift van Leurling. Kostic. Kostic, goede voorzet. Daar was Botteguin bijna. En dit is een strafschop, zegt Brahmaar. Een strafschop voor FC Groningen in blessuretijd. Ik zag Sarpong en Droof naar de bal gaan, met z'n tweeën. En ik wist als ik voor die bal ging en ik had hem, dat penalty zou zijn. Want de rover zag mij niet aankomen. Die bal die moet er gewoon in. En ik heb bij alle andere clubs waar ik heb gespeeld, heb ik ze ook genomen. Dus ik deins er niet voor terug als we dan een penalty krijgen. Tweede minuut van de blessuretijd. Voor de gelijkmaker van FC Groningen. De Leeuw en het is 2-2. Ja, voelt wel lekker dat we na een 2-0 achterstand nog terugkomen tot 2-2. En het is zeker voor mezelf wel een lekker gevoel natuurlijk als je die bal gewoon binnenschiet. Dus een beetje een dubbel gevoel. Ik had liever met 3 punten natuurlijk weggegaan. Maar uiteindelijk moeten we toch blij zijn met de punten. Met wat voor gevoel stap je nu de bus in? Ik ben blij dat ik heb gescoord en penalty heb veroorzaakt. Maar wat ik zeg, ik heb liever 3 punten.